Volgens Antoine Bongers is gemak de grootste concurrent voor echte bakkers. Mensen kopen hun brood steeds vaker in de supermarkt. Bakkers moeten iets extra's bieden voor de consument. Meer kwaliteit en meer keuze. Alleen dan krijgen ze brood op de plank. Samenwerking door bakkers is daarbij belangrijk. Je kunt zeker als kleinere bakker niet meer alles alleen blijven maken. Ja, dat gaat gewoon niet. De klanten die verwachten toch een bepaald assortiment in de winkel. En via samenwerking kun je toch ambachtelijke producten in je winkel blijven aanbieden. Ja, wat levert u bijvoorbeeld aan anderen? Ik lever bijvoorbeeld kleine vlaatjes aan een collega bakker. Ik bak speklaas voor een paar bakkers. Tai-tai bak voor diverse bakkers. Ja. En laat u ook nog door andere bakkers iets doen wat u weer gemaakt en verkoopt? Bijvoorbeeld bavarois vlaaien. Daar werk ik met een collega bakker samen. En zo kunnen wij bijvoorbeeld in Baguette een leuk assortiment aanbieden waar je anders gewoon geen tijd voor hebt. Veel bakkers hebben in de afgelopen jaren de deuren gesloten. Is het einde in zicht? Ik denk dat de grote sanering geweest is. Er zullen ongetwijfeld nog bakkers gaan verdwijnen. Dat geloof ik wel. Maar de meeste, de grootste, dat is geweest. Nu zit u hier in Uithuizen, dat is een centrumgemeente. Ja. Is dat een beetje extra dat je dan iets langer kunt volhouden? Ja, daar ben je een... Ik mag wel zeggen dat we daar toch wel wat geluk mee hebben. Want je merkt toch dat veel klanten graag naar een centrumgemeente komen. Omdat het winkelaanbod gewoon groot is. En je hebt veel diverse winkels in Uithuizen. Van supers tot met kledingzaken. En bijna alles is hier wel te krijgen. Dat is fijn. Fijne dag. Hoi. Bedankt.